mensen zijn op reis naar de eeuwigheid. Voor Gods kinderen is een weg die ten leven leidt. Aan het einde van die weg wacht de zaligheid die de Heere voor ons heeft bereid. Grijp de kansen door God u gegeven. Zonder hem kan een mens toch niet bestaan. Neem zijn hand die u leidt door het leven. Volg de heiland die ons voor zal gaan. Alle mensen zijn op reis naar de eeuwigheid. Voor Gods kinderen is een weg die ten leven leidt. Aan het einde van die weg wacht de zaligheid die de Heere voor ons heeft bereid. Als wij straks Gods bazuin zullen horen, dan gaan wij de Heere Jezus tegemoet. Want hij roept hen die hem toe behoren, vrijgekocht door Jezus kostbaar bloed. Zijn op reis naar de eeuwigheid. Voor Gods kinderen is een weg die ten leven leidt. Aan het einde van die weg wacht de zaligheid die de Heere voor ons heeft bereid. Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. We gaan weer een Bijbeloverdenking doen. We hebben net Gert en Emien horen zingen dat de mensen, wij, op weg zijn naar de eeuwigheid. Ik wil met u overdenken dat een storm kan dienen als een leerschool. Bij elke boodschap zeg ik en hoop ik ook dat het uw leven zal veranderen. Richt je volkomen op Gods woord. Zet dat altijd op de eerste plaats. En dan zal je daar de vrucht van plukken. Job zegt: uw woord heb ik het meest van al gekoesterd. En zo'n houding ten aanzien van het woord van God, dan word je gezegend. Pak uw Bijbel, we duiken samen in dat woord van God. Ik ga met u behandelen uit Handelingen 27. Daarin staat het verhaal opgeschreven dat de apostel Paulus op reis gaat naar Rome. Hij was door de fariseers aangeklaagd omdat hij het evangelie van het koninkrijk predikte. En hij beroept zich dan, omdat hij ook een Romein staatsburger was, dat hij door de keizer geoordeeld zou worden. Hij wilde het dus voor een keizerlijke rechtbank. En daarom gaat hij op weg met een schip. En over dat verhaal ga ik met u praten. Er zit een hele belangrijke les in. Handelingen 27 vers 9. En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vasten reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden: mannen,
Ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan. Niet alleen wat de lading en schip, maar ook wat ons leven aangaat. De vaste tijd is de verzoendag van Israël. Die was al voorbij. Dat betekent dat dit begin oktober was. Uitvaren werd gevaarlijk. Want de vaste tijd was al voorbij volgens Paulus. De vaste tijd voor Israël was al voorbij en de zeemannen in de oudheid vonden het onveilig om te varen op de Middellandse Zee. En vooral in het begin van oktober tot half maart. En Paulus waarschuwt tegen deze reis. Maar zijn reis is gebaseerd op meer dan alleen kennis van de natuur. Paulus zegt: en toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vaste reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden: mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan. Niet alleen wat de lading en schip, maar ook wat onze levens aangaat. Hij zei: ik voorzie. Het was een innerlijk besef. Niets dat hij hoorde of zag heeft hem tot die conclusie kunnen brengen. Alle andere dingen weerspraken namelijk de visie van Paulus eigenlijk. En daar gaat het om. In vers 11 staat: maar de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. In de volgende verse zien we dat de hoofdman meer vertrouwen stelde in drie andere dingen dan in de waarschuwing van Paulus. De eerste stond in vers 11. De experts, de stuurman en de kapitein en de eigenaar. Zij kenden de zeeën, de seizoenen en het schip. Zij waren de experts en hun advies was: we moeten gaan. En in vers 12 staat: en daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, ried het merendeel aan vandaar zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix, een haven op Kreta, beschermd liggende naar zuidwesten en het noordwesten te bereiken, ten einde daar te overwinteren. Niet alleen de experts, maar ook de meerderheid adviseerde om uit te varen. Dan komt vers 13. En toen er zachte zuidenwind opstak en zij meenden hun oogmerk te hebben bereikt, lichtten zij het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust van Kreta. In dit vers lijkt het alsof alles op zijn plaats valt. De bries komt uit de juiste richting en het lijkt alsof de deur wijd open staat. De experts wijzen die kant op. De meerderheid wijst de andere kant op. Alle omstandigheden en open deuren wijzen die kant op, maar de visie van Paulus wijst een andere kant op. We lezen het volgende vers, vers 14 en 15. Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Euraclylon, en toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg. Ik weet, als oud zeeman die in mijn jonge jaren, toen ik jong was, heb ik gevaren op de kustvaart. En ik heb menige storm meegemaakt. En ik weet wat de storm en het water teweeg brengt. Huizen, hoge golven kunnen van een schip een notendop maken. De experts hadden het verkeerd. Ook de minderheid. De meerderheid had het verkeerd. De omstandigheden en de open deur en de lichte, zuidelijke bries waren allemaal verkeerd. Het enige wat klopte was de visie van Paulus. Hij zei niet: God vertelt mij. Hij zei niet: zo sprak God. Hij zei niet: ik voorzie. Het was een innerlijk besef. Noem het een stemmetje of de werking van de Heilige Geest. Het maakt niet uit wat u het noemt, maar God wijst zijn kinderen de weg door een innerlijk besef, als wij weten dat de Heilige Geest van God in ons woont. Wij moeten er naar leren luisteren. De innerlijke getuigen, het opwekken van de Heilige Geest,
hoeveel hartzeer, leed, verlies zou er voorkomen kunnen worden als Gods kinderen leerden luisteren naar dat innerlijke besef. Net als de hoofdman zijn er veel dingen die ervoor zorgen dat we dat innerlijk besef negeren. Misschien iemand zoals de eigenaar van het schip. Hij denkt, tijd is geld. De vracht moet naar Rome. Anders krijg ik niet betaald. Er is druk. U moet nu iets doen. Een unieke kans gaat voorbij. Mijn advies is, als u geroepen wordt door stemmen die zeggen, doe het nu, dan moet je stoppen. Klik niet op ja. Ontvang geen 200 euro. U moet wachten. Of misschien was het een kwestie van trots bij de hoofdman. De meerderheid heeft het niet altijd gelijk. Misschien wilde hij niet zwak of bang lijken om te uit te varen. Door onze trots raken we nogal eens in de problemen. Ik weet het uit ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige daarin. Of misschien zijn we te druk om rustig te luisteren. Zo van, God, wat zegt u hierover? We zijn zo druk dat we geen tijd hebben om rust te nemen. Of misschien ligt het aan de meerderheid. We denken graag dat wij anders zijn dan de groep. Het is veel moeilijker om tegen de meerderheid in te gaan dan veel mensen zullen toegeven. Als iedereen links kijkt en u beseft heeft om u om te draaien, dan is het moeilijk om tegen de draad in te gaan. Tegen de mening van de meerderheid. En de invloed van de meerderheid is sterk. Maar het loont om te luisteren naar die innerlijke tekens en dat besef. En die innerlijke indrukken. Kijk maar naar vers 20. We lezen nog wat over de storm. En toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding ontnomen. Ik weet uit ervaring wat dat is. Ik heb ooit op een kustvaarder hout geladen in Zweden en dat wij daar uit Zweden vertrokken. En dat we in heel zwaar noodweer kwamen, 9 en 10. En onze deklast ging schuiven. Dat is heel angstig, vooral in de nacht. Als je schip overstuur wordt, neigt dat eens naar rechts. En niet weer recht wil komen, is heel bedreigend. Dat hebben die mensen op dat schip ook meegemaakt. Je kan geen hand voor ogen zien. En in die tijd hadden ze geen sextant of kompas. Ze wisten niet waar ze waren, het was donker, er was geen zonlicht en geen sterren. En pas na vele dagen verloren ze elke hoop. Misschien bent u ook op zo'n punt beland. Misschien zit u in de duisternis en wordt u geteisterd door stormen. En u heeft de hoop verloren dat er ooit wat zal veranderen aan uw situatie. U bent op zo'n punt aangeland en bent beland om de pijp aan Maarten te geven. Laat me dan één ding zeggen. Geef niet op, want er is hoop en hulp voor u. Kijk naar vers 22. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. Maar eerst vers 21. En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide, mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te varen en zich ongerief en deze averij te besparen. Hij zei niet, ik heb gelijk, hij zei, zodat ze open zouden staan voor wat hij ging zeggen. Vers 22 tot 26. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen het schip. Want deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan en heeft gezegd,
Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan en zie allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij de engel gezegd is. Maar we moeten op de een of ander eiland stranden. Terwijl iedereen elke hoop heeft verloren, spreekt Paulus, hou moed en vermaan je. Waarom? Omdat we een ervaren kapitein hebben die ons zou redden. Nee, omdat we een stevig schip hebben? Nee hoor. Al deze slimme mensen met hun ideeën die we samenvoegen en dan kunnen we een oplossing verzinnen? Nee hoor. Paulus zegt, houd moed, vermaan je, want God heeft iets gezegd over onze situatie. Ik geloof God en verwacht dat het zo zal gaan als men gezegd heeft. Dus vermaan je. U denkt misschien, kolonel, dat geeft me niet echt hoop. Er verscheen een engel voor Paulus met de belofte van God. Als een engel voor mij zou verschijnen met een belofte aan God, dan zal ik me dat hoop geven. Maar u heeft iets beters. U, luisteraars, heeft iets beters dan engelenverschijningen. U heeft het geschreven woord van God. Als u uw Bijbel in uw hand hebt, is dat het geschreven woord van God. En daarin lezen we in 2 Petrus hoofdstuk 1, de verzen 18 tot 21. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem, dus op Jezus, op de heilige berg waren. En daarom achten wij het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet er wel acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, ook zoals Paulus dat meemaakt op die reis, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Als we tot berouw en bekering komen, gaat die ster op in onze harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift, Mozes, psalmen, de profeten, een eigen machtige uitlating toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Het geschreven woord is volmaakter dan een engelenverschijning. Hemel en aarde vergaan, maar zijn woord blijft bestaan, voor altijd. God heeft al iets gezegd over uw situatie in zijn woord. Hou vast aan zijn belofte, want dan zal u dat door de storm helpen. Weet u wat Jozua zei aan het eind van zijn leven? Geen enkele belofte van God is niet ingelost. Alles is gebeurd. Zijn woord is betrouwbaar en als fundament heerlijk. Als u zich in een storm bevindt, dan moet u een belofte zoeken in de Bijbel en daar uw hoop op verankeren aan die belofte. Dit gezegd hebbende wil ik het hebben over de kern van deze overdenking. Lessen die we kunnen trekken uit het verhaal over de storm. Ten eerste, het is maar een gedachte. Wat voor soort mensen komen in een storm terecht? Dat moeten slechte mensen zijn. Mensen waar God ontevreden over is, zoals Jona, die ongehoorzame Jona. Hij heeft zijn verdiende loon. Ben blij dat jij niet in een storm zit. Jona kwam in een storm terecht omdat hij niet naar God luisterde. Nee, maar Paulus belandt in een storm omdat hij wel luisterde naar God. De engel zei tegen hem, je moet naar Rome. Hij volgt het plan dat God met zijn leven had, een opdracht van God. En toen hij belandde in een storm. De waarheid is, ook goede mensen belanden soms in stormen. En dat is meervoud. We leven in een zondige wereld. Er zijn nu eenmaal stormen. Dat hoort bij het leven. Het betekent niet dat God ontevreden met u is. Iedereen belandt wel eens in een storm. Ten tweede, wij kunnen de wijze van Gods verlossing niet bepalen. God redde Paulus en de mensen die bij hem waren wel, maar niet op een manier dat de meeste mensen zouden willen.
In de Bijbel worden mensen op meerdere manieren gered. In Johannes 6 loopt de Heer Jezus over water. Het is een vreselijke storm. Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land. Er vond een vertalingswonder plaats. Dat is mijn favoriete manier, een wonder. Het kan onmiddellijk. Nee, ik heb geen werk of moeite te doen. Wij willen op een makkelijke manier, ineens. God, wat bent u dan geweldig, roepen wij. Maar in Lucas 8 is er weer een enorme storm. Jezus sprak de wind toe en de wind ging liggen. Ze belanden niet aan land. Ze moesten roeien of zeilen, zoals er wind staat. Bij zo'n redding uit de storm forceert God een doorbraak. En wat moeilijk was, wordt ineens makkelijk. U hoeft niet tegen de wind en de golven in te roeien. Als je al deze verhalen in uw Bijbel leest, aandachtig leest, dan zal de Geest u openbaren wat er eigenlijk staat. Want soms komt de redding in die gedaante, een doorbraak. Waar verzet was, is nu steun. Maar het vereist nog inspanning en samenwerking van ons. Dan zijn er stormen, zoals de storm waar Paulus in zat. Geen snelle redding, geen stilte. Ze verloren het schip en de vracht, maar hun levens werden gespaard. En de storm hield niet op. Zelfs toen ze aan land kwamen, regende het volgens de Bijbel nog. In 2 Korinthe 11, vers 25 zegt Paulus, ik heb 3 maal schipbreuk geleden. U hebt het niet altijd in de hand hoe de dingen zullen verlopen. Soms doet God het meteen wonderbaarlijk, verbazingwekkend. Soms is er een doorbraak en wordt het gemakkelijk. En soms is de storm pas na lange tijd uitgeraasd. Op welke manier Gods verlossing ook in uw leven verschijnt, u kan erop vertrouwen dat God u er doorheen sleept en u zal zegenen. Heel belangrijk. Als u in een storm zit die maar blijft doorrazen, dan betekent dat niet dat u moet streven naar verlossing. Er staat niet dat Paulus bad, maar hij zocht ongetwijfeld naar God. Het is duidelijk dat hij bad. We moeten God niet in een doos stoppen en bepalen hoe wij iets van hem gedaan krijgen. We moeten alles aan God overlaten. Onze taak is vasthouden aan de belofte. Ik geloof dat het precies zo zal zijn. Nog iets. Er is genade in chaos. Ze hadden God gemist. Ze hadden de storm kunnen vermijden, maar ze luisterden niet. Ook al had Paulus hen gewaarschuwd. Ik voorzie vele verliezen, niet alleen de vracht en het schip, maar ook onze levens. Toch redde de barmhartige God iedereen. Er waren 276 mensen aan boord van dat schip. En misschien zit u nu in moeilijkheden, omdat u niet naar God luisterde. Misschien was u ongehoorzaam. Maar als u berouw hebt en hem opzoekt en smeekt tijdens uw storm, ook al hebt u het uzelf aangedaan, dan is onze God een genade God. Hij is barmhartig en zal u helpen. Er is genade in chaos, zelfs als de chaos onze schuld is. Door achterloosheid, ongevoeligheid of zelfs ongehoorzaamheid. God is genadig. Hoeveel van jullie zijn daar blij mee? Ik wel. Wat een genadig God. Dan nog iets. God schreef niet alleen het doel voor, maar geeft ook de middelen. Lees maar mee in vers 27 tot 32. We waren tot vers 26 gekomen waar hij zei, maar wij moeten op één of ander eiland stranden. Toen nu de 14e nacht was aangebroken dat wij de Adriatische Zee rondzwalken, vermoedde het scheepvolk midden in de nacht dat er land naderde. Zij peilden met het lood 20 vadem en iets verder peilden zij 15 vadem. En uit vrees van tegen de klippen geslagen te worden, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en baden dat het dag mocht worden. En uit vrees
van tegen de klippen geslagen te worden, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit en baden dat het dag mocht worden. Doch, toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen en de sloep te water liet onder voorwendsel dat zij van het voorschip ankers wilden uitbrengen, zeiden Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten: indien zij niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden. Toen de kapitein de soldaten de touwen van het schip en ze lieten haar in zee vallen. De bemanning waren huurlingen die zouden vluchten als de wolf kwam. Ze wilden vluchten toen ze het hardst nodig waren. Zei een van de engelen liet: God heeft je het leven van alle opvarenden geschonken. Het antwoord is ja. Wat bedoelde Paulus dan met: als ze niet aan boord blijven, worden ze niet gered. Zei God niet dat iedereen gered zou worden? Ja, maar God schreef niet alleen het doel voor, maar ook de middelen. Toen Paulus zei dat ze aan boord moesten blijven, zei hij dat niet als profeet, maar als een verstandig man. Er was tegen hem gezegd dat het schip aan de grond moest lopen. Als de bemanning het schip verlaat, wie bestuurt dan het schip? God schreef niet alleen het doel voor, maar ook de middelen. De volgende ochtend zagen ze een strand en de bemanning die van boord wilde gaan, wist verwant met het roer en zeilen en stuurde zo aan dat ze op de grond liepen en dat ze van boord konden springen. Maar ze waren nooit dicht genoeg dichterbij gekomen als de bemanning niet aan boord was gebleven. Daar zit de les voor ons in. Wij tarten God als we zeggen dat we op hem vertrouwen en door hem worden beschermd, maar niet de juiste middelen gebruiken om ons behoud en onze veiligheid. Vers 33. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus en alle aan voedsel te nemen, zeiden: het duurt nog reeds 14 dagen, dat gij maar blijft afwachten zonder eten en iets genuttig te hebben. Dat is een lange tijd, 2 weken lang, een storm. Vers 34 tot 36. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding, want niemand uwer zal ook maar één haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in alle tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En alle werden goedsmoeds en nuttigden eveneens voedsel. Dit was gewoon een praktisch advies. Misschien waren ze zeeziek of konden ze alleen koude dingen eten. Paulus weet dat het aan de grond zal lopen. Ze moeten zwemmen. Dan heb je energie nodig. En dan anders zonder energie kan je niet naar de kust zwemmen. Hij geeft een praktisch advies. Nog iets. Ik denk dat ze niets hadden gegeten, omdat ze alle hoop verloren hadden. Als mensen depressief worden, dan zorgen ze niet meer voor zichzelf. Ze eten niet meer, ze wassen zich niet meer. Als u iemand kent met deze symptomen, dan moet u ze bemoedigen, net zoals Paulus. Het kan desastreuze gevolgen hebben als niemand zich erin mengt. Het is een teken dat iemand lijdt aan depressie. Het zijn de eerste zichtbare symptomen. En als u ze niet helpt, wie dan wel? Paulus zei: jullie wordt geen haar gekrenkt, maar het wordt wel nat. We lezen nogmaals de versen 35 tot 37. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in alle tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En alle werden goedsmoeds en nuttigden eveneens voedsel. Wij waren nu in het geheel aan boord met 270 man. 276 mensen kregen moed door Paulus en werden gered door zijn aanwezigheid. Hoeveel mensen kan iemand die van God houdt en hem dient beïnvloeden? U kunt uw gezin, ja, u kunt dat beïnvloeden. Uw gemeente, ja, uw bedrijf. Uw gemeenschap, ja, uw land. U onderschat de overredingskracht en de beschermende kracht niet en de goede invloed die God door u en mij kan hebben. Als u nu in een storm zit, laat me dan dit zeggen: het gaat misschien niet volgens plan, maar dat betekent niet dat God geen plan heeft. U heeft misschien anders voorgesteld, maar het betekent niet
dat hij geen plan heeft om u te helpen. Ik geloof dat er iets geweldigs kan gebeuren. Lees het Bijbelgedeelte maar eens verder. God zorgde voor een uitkomst en zegen. God gebruikt u meer dan ooit. Geef de hoop niet op als u in een reusachtige storm zit. Luister, God is met u. Hij houdt van u. Geef niet op. U komt er doorheen. Misschien niet zoals u had gewild, maar God zal u niet in de steek laten. Hij houdt van u. Eén van de dingen die ik heb geleerd is dat God echt weet wat er speelt. Hij heeft een beter plan dan ik. God is zeer bewust van jouw situatie, van jouw storm. Hij weet wat je meemaakt. Paulus schreef in de Korintiërs, voordat we vast komen te zitten in onze problemen, heeft God de uitkomst. Er zijn geen beproevingen, geen problemen, geen storm waarmee moeten worstelen, waarmee God niet een uitweg voor ons weet, waar God niet al een plan voor heeft om het te overwinnen. Wij moeten luisteren naar zijn wijsheid. Er is een uitweg uit de storm. God laat je niet in de steek. Het mag bliksemen, regenen en waaien. God laat ons nooit in de steek. Er is een oplossing voor elk probleem. Dit wens ik u toe in die machtige naam van de gezalfde koning van Israël. In Jezus' naam. Amen. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. Is ook uw weg soms steil en ruw, roep hem te hulp, hij zoekt naar u. Hij was voorheen, ook is hij nu. Steeds bereid, steeds bereid, steeds bereid. Hij was voorheen, ook is hij nu. Steeds bereid. Hij kent de noden van uw hart. Jezus leeft. Wensen deelt uw smart, Jezus leeft. Werp al uw zorgen op hem vrij, hoort naar de stem die nodig blij. Komt gij vermoeiden, komt tot mij, Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus leeft. Komt gij vermoeiden, kom tot mij. Jezus leeft. In alles zult gij Jezus mij, met mij zijn. Gij zult in de allergrootste pijn met mij zijn. Jezus leeft.